Welkom bij weer een nieuwe LMC-video. Ik ben Jesse Loef en in deze video ga ik jullie 5 LMC-scholen in Rotterdam laten zien. Veenoord School, het Montfort College, MAVO Centraal, Theater, HAVO, VWO, HBC Centrum. Ik sta hier bij de Veenoord School. Veenoord, de school. Op Rotterdam-Zuid. Overtref jezelf, verbaas jezelf is een motto. We gaan eens even kijken wat deze school inhoudt, wat je voor vakken kan doen hier. We gaan met de leerlingen praten, we gaan met docenten praten. Deze school is basis, kader en MAVO, is een VMBO-school. En ik zou zeggen, let's go, kom maar mee. Bij de Active Zone staan we hier. Wat houdt de Active Zone in? Nou, het zegt genoeg eigenlijk, maar er wordt heel veel actief. Worden er dingen gedaan met de leerlingen. Dansen. Karate of zo. Ja, judo wordt er gedaan. We kunnen een zachte mat kunnen we maken. Er is een mooie spiegelwand voor de dans, voor de danscrew. Workouts kunnen er gegeven worden. Het is geen gymzaal, maar het is wel een actief lokaal. Dus als ik van sporten hou en ik ben sportief, dan is deze school eigenlijk wel iets voor mij. Zeker weten. Er worden mensen in elkaar geslagen hier. Dit is wel heel intimiderend. Het houdt niet op, niet vanzelf. Ik zit hier naast. Amir. En je hebt hier een 5 kilo schijf vast. Ja. Is het zwaar? Een beetje. Mag ik eens voelen? Oh ja, oké. Okay. Dit is de sportklas. Dus het is echt gewoon een paar keer in de week gewoon even hard trainen. En hoe lang is deze les? Volgens mij een uurtje of zo. Dus even een uurtje trainen voordat je aan school begint. Oké. Okay. En vind je het fijn of heb je het liever niet? Ik vind het wel fijn. Fijn. Word je wel actief van? Geen saaien, niet zitten en zo even actief de dag beginnen. Ja. We staan hier nu tussen, wat is het, 3 lokalen in? Ja, de Taste TV. Oh. Hier is de V Beauty. Daar komen de zorgleerlingen uit. Hallo. Hij zegt nu niks terug. Nee, hij is nog een beetje moe. Hij is gewoon verlegen ook misschien. Ja. En waarom laat je me nou niet gewoon los? Anders gaat hij verdrinken. Ja, dat is niet zo handig. dat is niet zo handig. Oké, okay, dat heb je mooi verwoord. Je kan ook hier gewoon naar de kapper eigenlijk. Zeker. We hebben kapperstoelen, ze kunnen de haren wassen. Vervolgens gaan ze de haren mooi krullen. Als je gewoon een gratis naar de kapper wil, dan moet je eigenlijk naar deze school gaan. Absoluut. Oké, nou, daar moet je aan denken, hè? Houd dat in gedachten. Oké, laten we even kijken bij de kapper. Wat ben je nu aan het doen eigenlijk? Ik ben haar futloos haar aan het goedmaken. Oh, dus ze heeft futloos haar nu? Ja. En hoe komt dat? Omdat ze geen product in de haar heeft gedaan. Doe jij geen product in je haar? Vandaag niet. Vandaag even niet, oké. Maar je hebt ook trouwens niet je mondkapje goed, hè? Ja, dat kan helemaal niet. Het is onverantwoord. En gaan jullie ook nog om switchen? Nee, dat niet. Want ik heb wel. Jij hebt eigenlijk al gewoon goed haar. Ja. We zijn nu op de business afdeling. Oh, dit is gewoon een winkel, joh. Ja, een sportwinkel. Wauw, een sportwinkel. €4,95 voor schoenen. Dat is wel een goede deal. Dat is wel een goede deal. Ik ben erg geïnteresseerd in dit vest. Staat dit mij een beetje? Of heb je zoiets van... Ja, een... Nou, op Veenoord kom je voor in ieder geval een hele leuke onderbouw. Want daarin heb je de gewone vakken natuurlijk. Engels, wiskunde, rekenen. Nederlands natuurlijk ook, maar ook de skillsblokken. Zo hebben we dat genoemd. Er zitten allerlei soorten vaardigheden in die je nodig hebt. Van meer economische dingen, dus business en events krijgen ze daar. Ze krijgen media en design. En media en design is gericht op dat ze computervaardig worden. En ook een leuke design eraan geven, dus een beetje creatief. En in de bovenbouw kunnen ze voor zorg en welzijn kiezen en ze hebben daar ook een keuze om economie en ondernemen te doen en dienstverlening en producten. Eigenlijk voor elk wat wils hier op deze school? Ja, ja, en in de onderbouw de light versie eigenlijk, in de skills verwerkt en in de bovenbouw gaan ze de examen doen. Met ook heel veel leuke keuzevakken en dat is ook een onderdeel van het examen. Dan gaan wij denk ik door naar de volgende school en als je meer informatie over Veenoord, kijk dan even het linkje in de beschrijving.